Johnny de Mol en zijn raadsman Peter Plasman hebben zich deze week uitgebreid op televisie verweerd tegen de uitgelekte aangifte van Shima Kaas. De presentator deed zijn zegje in HLF8, zijn advocaat koos voor een optreden bij Op1. Daar volgt nu geen reactie op van de tegenpartij. Het is volgens Shima's advocaat Karim Aghboen niet passend om nu allerlei media optredens te doen. We zullen haar dus niet zien in een talkshow op televisie, zoals Op1 of Jinek. Cliënten zal samen met ondergetekende pas bij een talkshow aanschuiven, zodra het rechtssysteem over het lot van Johnny de Mol heeft geoordeeld. Het team dat achter Johnny staat, denk aan onder meer John van den Heuvel, beweert dat Shima haar aangifte zelf gelekt heeft aan HP De Tijd. Haar advocaat Karim ontkent dat. Wij hebben nimmer informatie aan de media gelekt over de aangifte tegen Johnny de Mol wegens zware mishandeling en poging tot doodslag. Johnny's opmerking dat hij geen trial by media wil is volgens Karim behoorlijk hypocriet. Het publiek kan nu zelf vaststellen dat het Johnny de Mol is, als telg van de machtigste mediafamilie in Nederland, die aan trial by media en victim blaming doet, aldus de raadsman, die spreekt van hypocrisie. Johan Derksen noemt Shima sinds hij op het matje is geroepen door de Talpa-directie een borderliner. Het is volgens Karim evident dat de Mol zijn platform gebruikt om onwaarheden te verspreiden over cliënten en ondergetekenden. Het is niet waar dat mijn cliënte een borderliner is. Het optreden van Johnny's advocaat Peter Plasman bij Op1 was overigens beschamend slecht, vinden de mannen van VI. Peter weigerde concreet te zeggen dat Johnny onschuldig is. Ik denk dat zo'n man het best wel druk heeft overdag. Als je dan 's avonds daar gaat zitten. Hij was niet scherp, aldus René van der Gijp. Wilfred Gené, Peter Plasman was niet scherp, nee. René, hij was echt heel slecht, weet je wel. Normaal kan ik lekker naar hem luisteren, maar hij had ook de pech, Charles was echt scherp. Hij ging echt af als een gieter, die Plasman. Wilfred, dit deed de zaak niet goed voor Johnny, had ik de indruk. Johan Derksen vond Peter ook niet best. Nee, hij was gewoon niet scherp. Die man die was uitgeput. Tafelgast Roos Slikker kreeg er een beetje kromme tenen van. Als een advocaat gaat zeggen, ik ben er zelf niet bij geweest, ik kan het niet weten. Ja, dat geldt natuurlijk voor vrijwel alle misdaden. Dat hebben we vaker aan de hand. Dat lijkt me niet zo'n heel sterk verhaal.